Mami, mata, que está, 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 está.
mensen en de drie mensen in de zaal. Goedenavond! Mag ik een klein beetje licht in de zaal? Ik wil het graag zien. Ik zie Adrie zitten. Ik zie Henk zitten. Mensen, goedenavond. Welkom vanavond hier. Voor ons een echt een hele speciale avond. Waarbij wij een bijzonder avond gaan beleven hier in Amsterdam. Welkom aan iedereen die buiten Vlissingen woont. Laat me even je handen zien. Mensen buiten Vlissingen, laat je horen. Vlissingen, laat je horen. Een bijzonder goede avond aan de nieuwe burgemeester, de heer René Groep. Graag eventjes toch gaan staan, iedereen kan zien. Burgemeester Vlissingen. Welkom voor een grote voorbeeld voor ons hier in Nederland, de heer Raymond Labaat Jr. van Stichting MAAP. Ik vind het hartstikke leuk. Hij mag alvast bij mij komen staan, want hij gaat eerst een hele mooie presentatie geven. Wij gaan starten, of we zijn al gestart. Ik wil iedereen bijzonder welkom heten vanavond. De gemeente, politie, alle netwerkpartners hier in Vlissingen, Stichting Walcheren Mosaïek. Vanavond natuurlijk mogelijk een combinatie, het verbinden en versterken van elkaar. Stichting Walcheren Mosaïek samen met Stichting Roat. Dus vanavond gaan we het samen doen. Ook een welkom aan Els van Stichting Palladium zien. Woningbouwstichting, alle Antillianen, alle genodigden, welkom. Wij gaan vanavond beginnen met een presentatie gegeven door de heer Raymond Labaat Jr. Ik wil een daverend applaus voor Raymond Labaat. Het is heel bijzonder ook, burgervader, ook namens onze organisatie, welkom. Het is altijd goed om burgervaders te zien die ook vader zijn, burgervader zijn van onze gemeenschap in Nederland. Want dat bent u ook voor onze mensen van de eilanden hier in Vlissingen. Heel mooi begin vanavond. U zag het bekende domino-spel, wat ook in de zaal heel vaak gespeeld wordt, en ook in Nederland. Er is een heel mooi boek over geschreven door een bekende Antilliaanse schrijver, Frank Martinez Arion. En dat boek dat heet Dubbelspel. Dubbelspel. Junior sloot af met dubbelspel, dus changa, zoals wij dat noemen. Dus aan twee kanten winnen, maar dubbelspel, het woord zegt het al, heeft ook al een dubbele betekenis. Een veranderd koninkrijk. Vanaf 10-10-10 vorig jaar is er behoorlijk wat veranderd binnen het koninkrijk. Ik ga proberen u in een snelle of een vogelvlucht door te nemen wat er allemaal gebeurd is. Ik sta hier met u toe te spreken en ik wil toch even stilstaan bij mij als persoon. Ik ben Antilliaan en dat staat, heb ik bewust gezet tussen aanhalingstekens, want de Nederlandse Antillen die zijn ontmanteld 10-10-10. Daarnaast ben ik een Curaçaoënaar. Ik ben een Caribisch product, ik ben een CARICOM boy. Ik ben Nederlander. Ik heb ook een Europees paspoort, dus ik ben ook Europeaan. Ik heb in mijn leven de kans gehad, ik heb in 8 verschillende landen gewoond door mijn beroep en daardoor ben ik een wereldburger geworden. Al deze punten die hier staan, dat zijn van mij. Ze zijn, ik ben Antilliaan, ik ben Curaçaoënaar, ik ben CARICOM. Dat zit allemaal tussen mijn oren en dat kan niemand die hier in de zaal zit of die daar buiten loopt van mij afpakken. Dan heb ik nog een laatste, wat vraagtekens, maar daar kom ik aan het eind van de presentatie even op terug. De Nederlandse Antillen zijn ontmanteld op 10-10-10, dus 10 oktober 2010. Maar de Antillen die bestaan nog steeds. De Antillen zijn de eilanden vanaf Trinidad, voor u dan rechtsonder in beeld, tot en met Cuba. Dat zijn de Antillen. En die zullen altijd blijven bestaan. De meeste van ons staan niet stil bij de benaming Antillen. Waar komt de naam Antillen vandaan? Dan moeten wij een stap maken naar het Frans. Les Antilles. Les Antilles.
Antillen, de voorliggende eilanden, en de islas in het Spaans. Dat zijn de landen, dus de eilanden die voor de noordkust van Zuid-Amerika liggen. En de ontdekkingsreizigers, die hebben die eilanden Les Antilles genoemd. In de tijd spreekt u ook over, 's morgens is het AM, 's middags is het dus Antibiridium en Postbiridium, ervoor en daarna. Dit zijn de voorliggende eilanden. De Nederlandse Antillen, dat noem ik nog bewust de Nederlandse Antillen van Lof, voor 1985, bestonden uit 6 eilanden. De ABC, Curaçao, Aruba, Aruba, Curaçao, Bonaire en Curaçao. En de 3 Engels sprekende eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Even heel snel, waar komen de namen vandaan? Aruba, dat komt uit het Arawaks, dat is tweede, dat is Aroa. Bonaire spreekt voor zich, dat is verse lucht. We hebben de Noordoostpassaat, die van het noordoosten aankomt. En het eerste eiland van de Benedenwindse eilanden, die de wind krijgen, die krijgen dan een verse wind, dus het Bonaire, frisse lucht. De naam Curaçao heeft 3 verschillende verklaringen. De eerste verklaring is dat het Corazão is, uit het Portugees, dus van je hart. De tweede, Corazão, ook uit het genezen, de tijd van de zeilers in de 15e en de 16e eeuw. Die hadden vaak last van scheurbuik, dus die kwamen dus aansterken op Curaçao. Dus dan noemde men het eiland ook eiland Corazão om te genezen. Een derde verklaring is cura asado. Cura asado, letterlijk vertaald, betekent de gebakken priester. Men vertelt, er gaan verhalen doen de ronde, dat de eerste missionaris die daar voet aan wal zette, door de Indianen in een grote pot gezet is en gekookt en gegeten is. Dus ik geef u 3 verklaringen, u kunt maar zelf uitkiezen welke u kiest als de juiste verklaring. De voormalige Nederlandse Antillen, zeg ik, heb bewust gekozen voor nog van voor 1985. Bestonden in Israël uit 6 eilanden. Met de verschillende vlaggen die u daar ziet. En de hoofdsteden erachter. Dit is het oude wapen van de Nederlandse Antillen. Libertate unanimus. In vrijheid verenigd. En dit is de oude vlag. U herkent het rood-wit-blauw. Dat is dus de vlag. En u herkent de 6 sterren van de eilanden. De 6 bovenwindse eilanden. En de 3 bovenwindse eilanden. En de 3 benedenwindse eilanden. Het nieuwe wapen na 1985, toen Aruba uit de Nederlandse Antillen stapte, kreeg je dus hetzelfde wapen, maar dan met 5 sterren. Ook de nieuwe vlag. Ziet u dat bij de benedenwindse eilanden 1 ster is verdwenen. U ziet vaak, en ook wij maakten vaak de fout aan deze vlag, die bestaat sinds 10 oktober niet meer, dat die vaak is ondersteboven hangt. Dat men niet weet wat de juiste is. Het hoort zo, de 2 sterren moeten aan de onderkant zijn en die andere sterren boven. Nou, heel snel. De bovenwindse eilanden werden in 1493 ontdekt door Columbus. De benedenwindse eilanden door Alonso de Ojeda. Regelmatig hebben we de Spaanse en Portugese periodes gekend. En Nederland komt eigenlijk pas in beeld in 1634 met de West-Indische Compagnie. Afwisselende Franse en Britse periodes hebben we gehad, maar na 1815 is Nederland er constant geweest. In 1795 kregen we de hele bekende slavenopstand van Tula, Louis Mercier, Carpata en Wacau, Paulo Wacau. Dat is voor mij als Curaçaoenaar toch wel een van de belangrijkste data in de geschiedenis. Op 1 juli 1863 schaft Nederland de slavernij af. Dat is dus wel 68 jaar na de slavenopstand. Voor mij is de datum van de slavenopstand toch wel belangrijker, want daar is het mee begonnen. Niet de datum dat ik door de kolonist vrijgemaakt werd. In 1918 komt de Shell op Curaçao. Dus je kreeg in die periode, na de afschaffing van de slavernij, ontstond er een nieuwe soort slavernij. De slaven die werden vrij, maar
die moesten dus land huren bij de slaveneigenaren. En dan moesten ze producten gaan verbouwen. En met de producten die ze verkochten, met dat geld moesten zij dus weer de huur betalen voor die gronden. Nou, Curaçao of de Nederlandse telematen maakten moeilijke periodes mee. Vele mensen trokken naar Cuba bijvoorbeeld om daar op de rietvelden suikerriet te gaan kappen. In 1918 kreeg je dus de Shell. Toen begon het ineens weer te groeien. De economie begon te groeien. Je kreeg ontzettend veel mensen van andere eilanden en van binnen het Koninkrijk, dus zowel vanuit Nederland die daar kwamen wonen, vanuit Suriname, vanuit de Engels sprekende eilanden, Venezuela, Colombia. Dus vandaar is de bevolking bijna verdubbeld nadat de Shell zich kon vestigen op Curaçao. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, verklaarde of beloofde koningin Wilhelmina autonomie aan de koloniën. En het eind van de Tweede Wereldoorlog bestaat het koninkrijk uit een aantal landen. Vaak wordt gezegd, dat was dus de Nederlandse Antillen, Suriname en Indonesië. Dat is dus niet correct. Het koninkrijk bestond uit Nederland, Nederlands-Indië. En Nederlands-Indië bestond dus uit Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea. En de Nederlandse Antillen bestonden toen nog niet, maar dat heette vroeger Curaçao en de onderhorigen. Geen prettige naam als je van een van de andere eilanden komt en als onderhorige onder Curaçao gebracht wordt. Vandaar dat ik mij de drang kan voorstellen van de andere eilanden om altijd onder de Nederlandse Antillen uit te stappen en op zichzelf te gaan. Indonesië verklaart zichzelf onafhankelijk in 1945, Nederland onder internationale druk, verklaart Indonesië pas in 1949 onafhankelijk, na de bekende politionele acties in Indonesië. En op 15 december 1954 wordt het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden ondertekend. Dat zijn de Suriname en de Nederlandse Antillen toen onderstaan, was vroeger Curaçao en de onderhorige. En Papua Nieuw-Guinea, Irian Jaya, bij het meeste van u bekend, die kreeg namelijk geen autonomie. Die kregen dus na een tussenbewind van de Verenigde Naties, werden zij in 1963 toegevoegd aan Indonesië. 25 november 1975 wordt Suriname onafhankelijk. Er zijn nog mensen in de zaal van Suriname geboren zijn, verschillende mensen in de zaal. In 1985 verkoopt de Shell een zeer verouderde raffinaderij, na heel veel vervuiling achtergelaten te hebben, voor 1 gulden aan het eilandgebied Curaçao. Als u 1985 ziet, dan herkent u het jaar dat de economie weer behoorlijk achteruit ging op Curaçao. En dat je dan ook een hele stroom kreeg van vele Antillianen naar Nederland. Mensen die op zoek waren naar een betere toekomst. In januari 1986 stapt Aruba uit de Nederlandse Antillen en krijgt een status aparte binnen het Koninkrijk. En op 10-10-10 worden de Nederlandse Antillen ontmanteld. Curaçao, Sint Maarten worden autonome landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden openbare lichamen. Ik zie heel vaak in de pers, heel onjuist noemt men dat, bijzondere gemeenten. Het zijn geen bijzondere gemeenten, het zijn openbare lichamen. Net zoals vroeger Almere en Lelystad toen die pas opgericht werden. Om een gemeente te worden moet je aan de gemeentelijke wetten voldoen en dat zal nog enige tijd in beslag nemen. Ik begon u te vertellen over de verschillende benamingen waar ik heel trots op ben. En de Nederlandse Antillen bestaan niet meer. De Nederlandse media, en dat durf ik hier te zeggen, de Nederlandse media en politiek Nederland heeft goed gebruik gemaakt om Antillianen of de naam Antilliaan toch een negatieve inhoud te geven. Ik ben in 1970, toen ik in Nederland kwam studeren, wist ik niet dat ik Antilliaan was. Ik was Curaçaoenaar en mijn neven en nichten waren Arubanen, die waren daar geboren. Toen ik in Nederland kwam,
werd ik Antilliaan genoemd. Toen realiseerde ik pas toen ik terugging naar de eerste vakantie van hé, ik ben Antilliaan. Ik wil Vlissingen oproepen om de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap tot het verleden te laten behoren. Antilliaan heeft een negatieve invulling. En ik wil ons vanaf vandaag, althans in Vlissingen, de Cambusgemeenschap noemen. En waar staat de Cambusgemeenschap voor? Cambus, dus de eerste drie letters, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat zijn de drie eilanden die samen met Nederland het Koninkrijk der Nederlanden vormen en de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zoals ik al eerder zei, dat zijn openbare lichamen van Nederland. Moet u vragen waarom deze volgorde? De volgorde CAM is bewust gekozen op grootte van de eilanden. Curaçao is groter dan Aruba en Aruba groter dan Sint Maarten. En bij Bonaire en Eustatius en Saba precies hetzelfde. Er is veel veranderd. Het heeft vaak meer geleefd bij onze gemeenschap, bij onze campusgemeenschap, en minder geleefd bij de Nederlander in Nederland. Nou, wij vinden dat wij dat moeten vertellen, ook aan onze eigen gemeenschap, want het is veranderd, maar men weet niet wat er gebeurd is. Blijf ik Nederlander? Blijf ik mijn Nederlands paspoort behouden? Kan ik teruggaan? Kan ik daar weer gaan wonen op de eilanden? Mensen die daar zitten, die vragen zich wel af, nou, mijn kinderen die willen gaan studeren, kunnen die vrij gaan studeren in Nederland? Ja, dat kan allemaal. Laat u zich niet in de war brengen door allerhande indianenverhalen dat de Antillen onafhankelijk zijn geworden, of Curaçao onafhankelijk zijn geworden, of Curaçao onafhankelijk is geworden. Ik hoor dat bij verschillende Nederlandse vrienden van mij, van jullie zijn onafhankelijk geworden. Ik zei nee, wij zijn autonoom geworden. En ik vind dat wij als gemeenschap daar de Nederlandse gemeenschap uitleg moeten geven. Er wordt veel gesproken in Nederland over integratie. Integratie werkt twee kanten op. Ik heb ooit aan een minister in Den Haag gezegd van je kunt miljoenen gooien voor besteden aan de integratie, maar als er niets gedaan wordt aan de lokale mensen hier, dan zal integratie niet werken. Ik kan mij pas gaan integreren en ik kan erover praten. Ik heb in 8 verschillende landen gewoond. Ik heb me 8 keer moeten aanpassen. Ook toen ik in 1986 terugging naar mijn geboorte-eiland, moest ik mij weer gaan aanpassen. Ondanks het feit dat ik Nederlander ben. Of Curaçaoenaar ben. Moest ik mij aanpassen. En ik kan me pas gaan aanpassen als mensen zich in mij interesseren. Want dan kunnen we gaan vertellen, wat doe jij, wat eet je, welke muziek vind je leuk, welke sport vind jij leuk. Ja, ik ook. En kijken wat jouw gemeenschappelijke punten zijn, waar vind je elkaar, en daar waar je elkaar vindt, daar bouw je op verder. Het is jammer genoeg, ik kwam bij een collega, burgervader, ik kwam bij een collega van u, in een van de grotere steden, en die zei van ja, de Antilliaanse gemeenschap, die is zo wisselend. Men verandert zo gauw, organisaties veranderen zo gauw. Toen liet ik hem uitspreken en toen stelde ik hem de vraag. Ik zeg, kijk, toen was ik pas 1,5 jaar voorzitter van de MAAP. Ik was 1,5 jaar voorzitter van de MAAP. Ik heb 3 verschillende Antillianen beleiden meegemaakt. Ik kwam binnen, ik had te maken met het bestuurlijk arrangement Antilliaanse risicojongeren. 2009 kreeg ik te maken met een overgangsjaar. En daarna, vanaf 2010, kregen wij het nieuwe Antillianenbeleid van oud-minister Eberhard van der Laan, nu burgemeester in Amsterdam. Ik zeg, en ik heb ook verschillende ministers meegemaakt. Ik kwam binnen, ik leerde Ella Vogelaar kennen. Ella Vogelaar ging weg, ik leerde Eberhard van der Laan kennen. Eberhard van der Laan ging weg, ik leerde Middelkoop kennen. Middelkoop ging weg, ik heb nu te maken met 2 ministers. Opstelten en Donner. Hoe bedoelt u, wij veranderen snel? Ja, maar de ambtenaren die zijn wel constant op hun plaats.
Zeg, zal ik u alle 7 opnoemen die ik in 1,5 jaar heb meegemaakt? Dus nogmaals, het werkt aan beide kanten. Wij moeten elkaar vinden. Wat ik wel zeg als Curaçaoënaar, het moment dat je in Nederland woont, moet jij jou hier aanpassen. Laat niemand zeggen, ik heb reacties gekregen, ja, zij kunnen mij niet dwingen om in de inburgeringscursus mee te doen, want ik ben Nederlander. Ik zeg, ja, maar het is gratis. Pak het aan. Gebruik een van de eerste eigenschappen wat de Nederlander, die wil alles gratis hebben en alles voor niets hebben. Dus je krijgt het gratis, pak het aan. Je krijgt een kans om je Nederlandse taal te verbeteren. Je krijgt een kans om je beter. Nederland is een goed land, laten we dat heel duidelijk stellen. Maar als je met een onvoldoende startkwalificatie naar Nederland komt, dan laat diezelfde Nederlanders jou keihard vallen. En dat geldt niet alleen voor onze campusgemeenschap, maar dat geldt ook voor Nederlandse jongeren zelf. En ga niet zeggen, ja, ze geven mij geen gelijke kansen. Ga niet zitten wachten. Niemand gaat jou die kans geven. Die kans moet je aangrijpen. Die kans moet je zoeken en die kans moet je vinden. Ik geef het altijd mee, mensen. Droom groot. Dream big binnen het koninkrijk. But take it one step at a time. Wordt mij wel eens gevraagd. Word je wel eens gediscrimineerd? Nou, ik zeg, als ik dat gevoel krijg, dan, kijk, Nederlands is een taal met heel veel mooie gezegdes. Maar de boer die kent, dat vreet hij niet. En onbekend maakt onbemind. Dus als iemand zich raar tegenover mij gedraagt, dan begin ik ervan uit te gaan dat hij dat doet, omdat hij mij niet kent. Dan ga ik me eerst proberen beter me voorstellen. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En dan zie je dat meeste van de 8 van de 10 gevallen, dan zegt men, oh ja, maar dat wist ik niet. Ik zeg, nee, daarom heb ik het jou verteld. Als wij dat nou als gemeenschap meer en meer gaan doen, dan zijn wij ook bezig het koninkrijk te veranderen. In de positieve zin. Je gaat je inburgeren, maar laat niemand jouw taal en jouw cultuur van jou afpakken. Dat is van jou. In Amerika worden per dag 300 nieuwe Amerikanen ingezworen. En ze krijgen het mee van de rechter die het voor hen voorleest, die zegt, don't let go of your culture and your language, because that is the strength of this nation. Nederland moet meer en meer gaan zien dat er verschillende groepen hier wonen en gebruik dat als kracht. Laat niemand het van je afpakken. Nederlanders wonen al 300 jaar in Australië. Die vieren nog steeds Sinterklaas. Niemand pakt het van hun af. Dat moet je ook niet doen. Dat is van hun. Er verschijnt nog steeds een Nederlandstalige krant in Australië. Al 300 jaar. Dat moet je niet van hun afpakken. Dat is van hun. Probeer samen het samen te gaan doen. En laat wij als gemeenschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden, in een veranderd koninkrijk, werken aan een positieve ontwikkeling. Laten we dat samen gaan doen, mensen. Mathematisch is 1 en 1 2. Maar bij mensen is 1 en 1 altijd meer dan 2. Want het is wat jij kan, wat ik kan en wat we samen kunnen. Het is altijd meer dan de som alleen, dan de mathematische som. Laten wij ook werken aan de verandering. Laten wij ons steentje bijdragen. Wij verwachten ook van de Nederlanders die op Curaçao komen wonen of op de 6 eilanden, dat zich aanpassen. Dan moeten wij dat hier ook doen. Terug te komen op de Antillianen gemeente. Ook ik ben er niet happy mee. Op het moment dat er een categoraal beleid is, betekent dat ik overlast bezorg. En daar ben ook ik vanaf. We hebben een conferentie gehad 1,5 jaar terug. En dat heette op weg naar een finaal Antillianen beleid. We hadden het ook kunnen noemen op weg naar het reguliere beleid. Ook wij zijn er voorstander van. We kunnen als gemeenschap al onze culturele eigenaardigheden, domino, taal, dans, luidruchtig, oh, ze zijn aan het vechten, nee, ze zijn gewoon aan het praten. We zijn toch, laten wij daar aan meewerken. Ik zie hier de 2 dames van de politie, ik sprak laatst collega's van u in Rotterdam, en die kwamen met cijfers. Nou ben ik econoom van beroep, en die cijfers die heb ik ze grandioos onderuit gehaald. Ze kwamen met, ja, er was 1000 maal een Antilliaan verdacht in de deelgemeente Feyenoord en er wonen er 2000 Antillianen.
Dus 50% van de Antillianen heeft met justitie te maken. Ik zeg, pardon? Hoeveel van die Antillianen zijn veelplegers en meerplegers? En hoeveel van diezelfde Antillianen is 5 keer aangehouden dat hij verdacht was? Dan kan jij niet zeggen dat 50% van de bevolking... Maar de pers schrijft dat mee. 50% van Feyenoord is met justitie in aanraking. En dan ga ik nog verder. 50%, of tenminste de Antillianen die daar zijn verdachten, zijn niet veroordeeld. Vertel mij hoeveel van hun zijn veroordeeld. Een Antilliaan is vaker verdacht. Als je gaat jagen, dan pak je hem vaker. Dan pak je hem vaker op. We veroorzaken overlast. En nogmaals, ik ben een voorstander van, niet alleen van het preventieve en het repressieve. Als je wat verkeerd gedaan hebt, sluit ze op. In sommige gevallen mag je de sleutel van mij zelf weggooien. Maar er moet ook veel gedaan worden aan het curatieve. En daar wordt er nog veel te weinig aan gedaan. Ja. Je hebt door het proces, ik zeg van hoeveel zijn veroordeeld. En dan wil ik ook weten van hoeveel van zijn veroordeeld en hebben hoger beroep aangetekend en zijn dan toch vrijgesproken. Dat zijn cijfers die ik wil weten. Ik hou niet van percentages, ik wil exacte cijfers weten. Wij moeten het samen gaan doen. De Nederlandse gemeenschap, laten wij de hand naar elkaar uitreiken en vastpakken. En laten we het samen gaan doen. Ik heb een vraag hier. We vallen onder de Antilliaanse gemeenschap. Dus Vlissingen valt onder de Antilliaanse gemeenschap, maar er is geen Antilliaanse stichting. Hoe kan dat? Kijk, zoals ik zei, een van de dingen die wij doen, is proberen de gemeentes waar er geen Antilliaans beraad is, te stimuleren. Sinds mijn voorzitterschap, al 2,5 jaar, in die periode zijn er nog 4 beraden bijgekomen. En 1 beraad komt er binnenkort bij, dat is Eindhoven. Vlissingen. Altijd een beetje een buitenbeentje. Ik zeg vaak, als ik naar Terneuzen ga, ga ik eerst naar België en dan pas naar Terneuzen. En dan krijg je altijd via Antwerpen daar naartoe. Het is nooit te laat. Maar het moet er wel komen. Dat is een van de doelstellingen van Junior. Wordt dit misschien het beraad van Vlissingen? En ik heb bekende gezichten gezien die ik ken. En één organisatie die altijd ons op de voet volgt. Dat is, je ziet de camera hier in de zaal staan. Dat is van NOS TV, onze televisie. NOSTV.com. Die volgen en die brengen het goede nieuws. Zoals ik zei, de Nederlandse media die brengt zelf het slechte nieuws. Het goede nieuws wordt door NOS TV gebracht. Vlissingen heeft wel heel erg lang een Antilliaanse organisatie gehad. Vroeger was het de SSAA, Surinamers en Arubanen en Stichting Surinaams Arubanen en Antillianen. En later werd het Stichting SAAM, Stichting Arubanen, Antillianen en Molukkers. En die hebben zich behoorlijk ingezet ook voor het hele Zeeuwse jaar, Middelburg Vlissingen. En ja. Ik heb daar zelf bijna 8 jaar lang projecten gedraaid, dus het is niet nooit iets geweest. Nee, dat klopt. Er zijn inderdaad zoals andere gemeentes, zoals Tilburg en Eindhoven. Daar waren er ook organisaties, maar vaak door het vertrek van bepaalde mensen, dan zie je het wel eens verwateren. En de bedoeling is nu dat we dat weer gaan oppakken en toch eenheid proberen te vormen met de platform van die Antilliaanse Arubaanse parade. Ja? Ik moet wel zeggen, we hebben een Wadingen stichting, maar er is nooit een Antilliaanse stichting geweest. Het is altijd een Surinaamse Antilliaan, Antilliaanse Molukker, Antilliaanse Bunderjaan. Ik wil praten over een Antilliaanse stem. We zijn toch Antillianen? Curaçao-naam, toch? Campus, toch? Campus-gemeenschap. Dus dat wil ik. Ik wil een campus-gemeenschap stichten. Geen Surinaamse mix met mijn lucht. Dat was mijn mening. Ja. Ik wil toch even ik kan me voorstellen dat u dat vindt. Ik kan dat goed begrijpen. Aan de andere kant zeg ik van ja, het was geen beraad dat hier was, het was een stichting, het was geen beraad. Als er beraden zijn, zijn dat dus altijd wel AA-beraden, Antilliaanse Arubaanse beraden. Maar als het om stichtingen gaat waar je met andere doelgroepen werkt, dat ga ik niet uit de weg. Want wij praten ook heel vaak met Marokkaanse organisaties, met Turkse organisaties, met Surinaamse organisaties. Op de slot van rekening samen zitten wij toch hier in Nederland. Dus we moeten toch kijken naar het multiculturele. Als het om het beraad gaat, ben ik het wel met u eens. Als het gaat om stichtingen,
dan mag het voor mij zo multicultureel zijn als maar kan. Met Russen, Japanners en Chinezen erbij. Goed. Een applaus voor Raymond. En ik ben heel blij. Ik ben hartstikke blij te horen. En die stem die klonk me heel bekend in mijn oren net. En ik wil jou ook motiveren, meneer daarboven in de pet. Vorige week zijn we begonnen met gesprekken. Jij bent gemotiveerd en ik hoop dat jij een van de kartrekkers gaat worden. Een voorbeeld geven, want jij kan het. Je hebt vanavond bewezen dat we kunnen. En als een van de Antillianen sta je vanavond op. En je hebt de ondersteuning van ons allen. Het gaat goed komen. We gaan verbinden en versterken. Ik wil, voordat ik naar de volgende ga, wil ik een dank uitbrengen aan NOS TV. Echt, dat zijn 2, 3, 4 mensen. Tico Vos, overal te vinden. Gelito Riley. Echte mensen die werken, maar niet alleen met Nederland. Overal en brengen. Hun producten worden nou echt overal gevraagd. Want ze geven een heel goede stuk media en onderbouwd. Dank om hier te zijn. We hebben als Restart project natuurlijk ook in Rotterdam pilots gedraaid, Breda. En vanavond vind ik het leuk om één van de Restartster van Rotterdam aan jullie te mogen voorstellen. Zij gaat vanavond eventjes een act doen. Nasha Lopez. Zoals jullie weten, ik ben Dikaya. Ik heet jullie allemaal welkom. Wat ik vanavond even ga laten zien, wat we in het 2 maanden gedaan hebben in korte tijd. Met het black hair en met het rappen. Mag ik naar voren roepen, Dani. Oké, dan. We gaan nu heel snel doen wat wij in principe in die 2 maanden gedaan hebben. We gaan iemand knippen. Wat hij nou aan het doen is, het haar uitkammen, zeg maar. En hij gaat alles op 1 standje zetten en daarna de contouren. Dat zijn de kaderranden van de kapsel. Dames en heren, deze jongeman heeft in eigenlijk 2 maanden de basis geleerd van het black hair knippen. Zoals jullie nu zien is hij binnen eigenlijk een paar minuten al op de helft van de kapsel. Dus we hebben dit 2 maanden lang hebben we dit geoefend. En je ziet, hij boekt gewoon de resultaten in de korte termijn. Ook hebben we de jongeren gewoon geleerd om samen te werken en structuur in te brengen in alles wat ze doen en laten. En heel het gebeuren met de workshops. I'm so proud to say one day I'll be your baby's father.
Zoals jullie allemaal zien is hij bijna klaar met het millimeteren van het hele hoofd. En na het millimeteren gaat hij de contour randen met een kleine tendeuze helemaal strak maken, zodat de puntjes op de i's. Deze jongeren die hebben leren knippen, die gaan binnenkort voor proef draaien in de kapperzaal, waar ze nog meer van het vak kunnen leren en nog meer ervaring op kunnen doen. Nu gaat hij over naar stap 2. Let's go to the next level. Dance floor jam pack, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the bar, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. And your fans teasing you about how I sprung, I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get your bounce around. Hij begint met de contouren aan de voorhoofd en hij gaat dadelijk hier een hele strakke rand maken. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Just between me and you, baby. Give it to me, baby. Nice and slow. Climbing on top, ride like you're the rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed. Aan het eind van dit project ga ik ook leren werken met scheermes. En nog ook figuren, black hair en tribals inzien. Lights on a light source, she like it from behind. So seductive, cause you see the way she whine. Her hips are slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on. And popping on my champagne campaign. Bottle after bottle of song. And we gon' sip to every bottle and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going until you hit the spot. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have to spend it all you got. Keep going till you hit the spot. We hebben nog één stuk te gaan op de contourlijn. Dames en heren, hij is al bijna op het eind en ik weet niet of jullie je klokje in de gaten hebben gehouden. Hij heeft er nauwelijks een kwartiertje over gedaan. En op een gegeven moment is het de bedoeling dat hij het gewoon nog sneller kan en nog beter. En nog meer modellen natuurlijk. Als er nog andere kandidaten zijn die in de buurt van Vlissingen mee willen doen met de workshop, zijn allemaal van harte welkom.
Want het is de bedoeling om over een paar weken, gewoon 2 weken ongeveer, plus minus, allemaal richting de kazerne te zien. Dames en heren, mag ik voor jou een applaus voor Dani? Hij spuit nou alcohol om het ontsmetten. Ook kappers met de hygiënisch werken. Dames en heren, dank voor jullie aandacht. Dat is een ware genoegen. We zijn zo straks terug met de andere groep voor de workshop. En dan gaat de tent helemaal los. Tot straks, dames en heren. Mensen, dank voor het applaus. En ik moet zeggen, Daniel, eventjes bijkomen. Ik moet even zeggen, mensen, voordat we naar de pauze gaan. Daniel is de eerste jongere waar ik contact heb gemaakt hier in Vlissingen. Eerste jongen wat ik gesproken heb binnen Bossenburg. En is erbij, hij blijft erbij. Goeie talent. Dankjewel. Stichting ROAD, project Restart. Wij zijn gevestigd op de Adriaan Koortelaan nummer 1A. Woensdagochtend van 9 uur tot 1 uur. Donderdag van 12 uur tot 9 uur. En vrijdagochtend van 9 uur tot 1 uur. Ik hoef niet 2 keer te zeggen, weet bij deze, je bent... Jullie zijn welkom, ja. Dus ga morgen niet vertellen, ik heb het niet gehoord. Pavimento Shonang, Jarasson, Menta, Nuevon, Jawef, Zidosor, Pochor, Javierne, Menta, Nuevor, Norbini, Dalun, Koffi, Second Ons, Adriaan, Korteland, Un, Bosanta. Bosanta? Oké, super. We gaan verder. En voor mij een eer nu de volgende zanger te presenteren hier. Es imant. Shona por favor la ganke da libertito. Por favor tu rende con den nam por favor bij na tribuna. Es imant die wij heel lang in het vak kennen, in de Antilliaanse gemeenschap. Het is voor mij ook een voorbeeld geweest, nog steeds. Ik wil vanavond jullie presenteren een van de grootste zangers uit Curaçao. Ik ga 2 nummers doen. Het eerste nummer werd ik zelf mee verrast net, maar daar gaat hij zelf iets over zeggen. Even handjes bij elkaar voor one and only Wing Coffee! Haja e medo de indomínio, riva nossa vida. Não odia outro, mas estima outro. Como rumana e demonio, aí é ser que salvador. Não escuta viva. En tentación, os nandi mundo de influencia, viva nos vida, van acepta Cristo de nos vida, tapa un triunfo segura y pa eternidad, van a sanos mana, na Señor. Permite, Señor, que toca de nos corazón. Huye, nos da a la vez.
de tentación. Os nandi mundo de influencia, riva nos vida. Van a aceptar Cristo de nos vida. Tapa un triunfo figurado y va a eternidad. Van a alzarnos mana, ma Señor, permití Señor me toca de nos corazón. Huye, nos da la fe, como nos trata, como es más grande el Creador. Van a darnos mana, Señor, permití Señor te toca de nos corazón. Huyendo sin fe, nos da la fe, como nos ata, como es más grande, como nos ata, que crea. Rin café. Gracias. Rin café. Rin, ik vind het heel leuk dat je vanavond hier staat. En ik moet zeggen, lieve mensen, het is voor mij een hele verrassing geweest toen ik Creator hoorde, deze schepper. Meer verrast werd ik op het moment dat ik realiseerde dat ik Creator het eerste nummer is dat ik opgenomen heb op mijn cd. En ik wil jou bedanken vanavond dat hier te hebben gezongen. Dankjewel. 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 Okay. It's like in the evening, she wonder what clothes to wear. She puts on a makeup and bridges a long, long hair. And then she asked me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful tonight. Okay. Okay. We go to a party, and everyone turns to see that beautiful lady walking around with me. And then she asked me if I feel alright. And I say yes, I feel wonderful. I feel wonderful because I
really want the phone.